Yo, je mensen, ik hoop de keer vandaag zijn we terug met Stone Art. Yes, we zijn weer terug met Stone Art. Het is even geleden op mijn andere kanaal deed ik het eerst. We gaan nu op Chroma Plays natuurlijk verder met Stone Art. Dit keer hebben we op normaal, zodat we wel enemies hebben. Dat was hartstikke leuk. Dus als je het leuk vindt, doen we natuurlijk een duimpje omhoog vast. En mijn stad ga ik noemen Barneveld. En waarom Barneveld? Omdat ik daar woon. En dat lijkt me leuk. Dat lijkt me gewoon leuk. Oké, we gaan meteen beginnen met harvesten. Gewoon meteen hier. Dit gaan we weghakken. Dit gaan we weghakken. Dan hebben we meteen even een stokpijl nodig. Laten we die dan ook gewoon eerst hier zo plaatsen. Laten we gewoon hier een stokpijl maken. En daar doen we niks op, alleen dit. Oké? Oké, daar doen we alleen dat op. Dus hier komt allemaal hout. Daar doen we nog eentje van bij. Zo. Non en alleen resources. Zo. Ik wil dat een klein beetje verdelen. Bijvoorbeeld hier gaan we heel veel werken. Dan gaan we daarvoor zorgen dat we daar alle resources doen. We hebben het natuurlijk al een keer gedaan in dit spel. We weten ongeveer hoe het werkt. En ja, ik denk dat we het nu gewoon even slim gaan aanpakken. Iets slimmer in ieder geval. Dan gaan we tuinen maken. Dat kunnen we nog niet. Requires a farmer. Maar die kunnen we natuurlijk doen door gewoon op een mannetje te klikken. En te zeggen van, hey, jij wordt een farmer. Approve. Yes, nice. Oké, dan hebben we een farmer. En deze oude man, nee, we willen wel een beetje een jong mannetje. Jij bent een jong mannetje. Jij wordt een fighter. Yes, oké, nice. En jij gaat dit doen. Hoppatee, weet je. Zo kunnen we alle mensen een beetje een baan geven. Jij, oude man, jij wordt een crafter. Zo, hier, approve. Hoppatee. Zo, nu hebben we iedereen een taak verdeeld. Dat is goed. Want daardoor kunnen wij nu gaan zeggen, hey, we gaan een tuin maken. En ik wil hier gewoon meer mijn stad bouwen. En dan hier al wat meer de tuinen en zo. Dus, laten we gewoon zeggen dat wij hier een tuin gaan maken. Let's renew itself. Carrots. We gaan carrots maken hier zo. Oké, top. Laten we gewoon elke tuin een vakje geven. Of zeggen we van, nee, we doen hier nog een tuin met carrots. We gaan gewoon een hoop carrots maken hier. Oké. Dan doen we hier even een vakje ertussen van 4. Zo ja. En dan doen we hier turnips. Ja, dat is een beetje gevarieerd eten. Zo. Oh, nee. Remove. Even wel mooi doen, jongens. We moeten het wel een beetje leuk eruit zien. Oké, top. Dan hebben we gewoon even een klein tuintje nu. Maar dan kunnen ze in ieder geval eten maken. Daarvoor hebben we natuurlijk ook een stokpijl nodig. Dat moet niet te ver weg zijn. Dat doen we de stokpijl doen wij hier zo. Even kijken. Die doen we dan ook gewoon smal. En dan doen we up. Non en alleen food. Zo. Dus dit wordt gewoon echt een food stokpijl. Dan kunnen we dit gewoon hier zo verlengen en alleen maar voedsel hier zo neerleggen. Zodat we het een beetje bij elkaar hebben, zodat de mannetjes zo min mogelijk hoeven te lopen, weet je wel? Ik denk dat dat wel verstandig is. Kijk, meteen een goede start. Oké, we hebben ook de vechtersman. De vechtersman is belangrijk en we moeten nu naar de trapper moeten we gaan maken. En dan kunnen wij gaan craften. Dan moet ik weer eventjes gaan kijken hoe dat moet. We hebben natuurlijk dan de man die alles kan. Waar heeft hij dat ding neergezet? Hebben die al ergens staan? Ik denk dat we ook even een stokpijl moeten maken met alles erop en eraan. Die doen we hier zo dan. Remove. Oké, ik wil een grote hebben daarvoor. 4 ertussen, zo. Waarom kan hij niet groter? Is dit gewoon het maximum wat ik kan doen? Oké, nou ja. En dan doen we die en die. Zo, dan doen we die 3 dingen daarop. Ik had het liever groter gehad, maar goed. Het moet schijnbaar in kleine stukjes. Weld, tools, lab. Ja, oké. En dan doen we dat daar zo ook. Wat is dit raar, joh? Omdat hier dit ding denk ik staat. Nou ja, laten we dit gewoon even opsparen. Dan kunnen we ook wel weer verwijderen. Oké, ze zijn in ieder geval goed hout aan het verzamelen. Dat is goed. Dan kunnen we natuurlijk huisje gaan maken. En daar kunnen we eigenlijk al wel mee gaan beginnen op zich, lijkt mij. Hoe zit die en hoe gaat die plaats waar vinden? Oh, dat ziet er wel leuk uit. Dat ziet er zeker leuk uit zo. Carpenterhuis, dat is voor de man die dingen maakt. Oké, laten we gewoon zeggen dat wij dat huis... Laten we zeggen... Kijk hoor, ik kan hem ook draaien natuurlijk. Daarachter is ons stokpijl. Laten we dan gewoon hier zo dit huis gaan maken. Dat we hier ook gewoon een beetje de huizen zo op een rij gaan plaatsen. We moeten natuurlijk gaan kijken wat we allemaal nodig hebben. Daar hebben we een hele hoop dingetjes nodig. Die moeten we allemaal gaan craften. Yep, let's build it. Oké, dus zodra dit af is, of zodra de carpenter zover is, dan kunnen we dat doen. Nou, even bij de mannetjes kijken. Nou, hebben we hier deze man die craft. Oké, we kunnen nu kijken hoe we erop gaan klikken. Dat is de oude man van ons. Hallo, oude man.
Als het goed is, kun jij dit gaan maken nu, de workbench. Craft. Dat gaat hij nu craften. Dat is belangrijk, want als hij dat craft, kunnen we die ergens neerzetten. Die zetten we dan later in een huis. Huis. Oké, die gaat hem nu daar opzetten. Die kunnen we gaan verplaatsen. Die zetten we dan hier al even ergens op de grond neer. Gewoon heel leuk. Laten we die gewoon eerst hier zo op een rij zetten. Laten we al die dingen hier op een rij zetten. Dan weten we gewoon van... Aha, oké, hier moeten we wel craften. Meneer Crafter, kijk eens even aan. Laten we de tijd doorgaan. Nu kunnen we al meerdere dingen maken. We kunnen bijvoorbeeld een raam maken en al dat soort dingen. Dus we kunnen van alles gaan maken. Dat gaat allemaal hier in de stokpijl, wordt dat neergezet. Dat kan is verder allemaal geen kwaad, gok ik. Het hout verzamelen ze nou hier ook. Dat vind ik jammer, want ik had gezegd dat ze dat hier niet mochten doen. Kan ik ook gewoon zeggen, delete zones. Remove. 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 Yes, oké, nice. Ik wil een nieuwe stokpijl. Oké, hier ook komen alle producten op die wij moeten bouwen. Oké, gewoon tijdelijk. Eens even kijken. Daar doen we gewoon alleen maar dit op. Tools en geen eten. Zo. Oké, dat is misschien net even iets duidelijker voor de mensen dan. En jullie moeten die houten dingen daar neerzetten, jongens. Kom op. Dat horen jullie gewoon te weten. Laten we deze jongen ook gewoon meteen al wat gaan craften. Wat hebben we nodig bij dit huis? Want ze zijn al aardig flink bezig. Maar we kunnen als het goed is ergens zien als we op een huis klikken van wat we nog nodig hebben. Een bed. We gaan een bed maken. We gaan een lantaarn maken. 4 stuks. En wooden frames. Oké. Yes. Oké. Kom voor de bakker. Dan gaan we hier naar de craftman. En dan zien we dit bed. Nou, dan gaan we er 1 van craften. Dat is belangrijk. Dan hadden we deze. Hadden we er een paar van. Ik weet alleen niet hoeveel. De lantaarn, die kunnen we nog niet maken. Omdat we level hoger moeten zijn voor de carpenter. Dus, ja, dan gaan we gewoon even wat stoelen maken. Zo, en wat tafeltjes. Die kunnen we allemaal weer gaan verkopen later. En dat komt af en toe een handelsman langs. En die wilde gaan kopen. En dan hadden we ook nog ergens de statistieken. Ik weet niet meer precies waar ik dat kan zien. En op die statistieken kan ik zien van... Goh, hey, je moet aan dit voldoen om lekker rond te kunnen komen. En dan komt er een nieuwe villager bij ons wonen. Dus als we onze stad willen uitbreiden, dan moeten we ons best doen. Laten we nog eventjes wat mensen dingen harvesten. Yes, oké. Dit mag geharvest worden. Zo. En dan moeten we in de toekomst ook weer terugplanten. Maar even wat hout nog verzamelen kan geen kwaad. Want nu de eerste paar keren gaan we toch best wel wat bouwen. En dan is het best wel belangrijk om eventjes lekker te harvesten. En we moeten ergens een mijn gaan maken. En dan kunnen we natuurlijk gaan naar de bergen. Daar hebben we een hele hoop iron en zo. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. We hebben hier bergen. Maar we kunnen ook onder de grond gewoon gaan minen. En dan kunnen we echt een trap naar beneden bouwen. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar het kan wel. En de eerste nacht is alweer bezig. Oeh. Yes, de carpenter is level 1. Kijk, en nu kunnen we als het goed is al meteen meer craft als we hier gaan kijken. Kijk aan. En deze hadden we er 4 van nodig. Zo, dat gaan we ook direct doen dan. En laten we even gaan kijken wat we nog bij ons huisje nodig hebben. Dat is belangrijk. Ons huisje. Wat hebben we nodig voor ons huisje? Lantaarn zijn we er 4 van aan het maken. Dat komt helemaal goed. Een writing desk heb ik niet gemaakt. Dat was denk ik gewoon een tafeltje. Een wood dresser. Carpenter tool bench. Oeh, is oké. Wooden door. Nou, we zijn nog wel even druk. Even kijken. Deze wooden door. Die hebben we nodig. Ik weet alleen niet of ik die had of die. Dat is een tunnel door. Nee, dat maakt denk ik niet heel veel uit. Dan hadden we deze nog nodig. Daar moeten we een level 2 voor zijn. Dus dat kunnen we nog niet doen. Wat hadden we nog meer? Die tafel, die had ik aangeklikt. En die hebben we nodig. Die tafel hadden we gedaan. En die tafel hebben we nodig. Laten we die ook maar meteen craften. Dat is wel makkelijk. Deze moeten we... level 6 zijn om een pijlenboog te maken. Want we moeten nu ook soldaten gaan maken. Daar moeten we rekening mee gaan houden. Omdat we nu vervelende monstertjes achter ons aankrijgen. En die zitten in het bos. Dus we moeten ook direct een muurtje ergens omheen gaan bouwen straks. Dus als we dit straks een beetje weggehakken hebben, dan kunnen we daar meteen mee aan de slag gaan. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om even het eerste huisje te maken. Zodat in ieder geval de mensen kunnen rusten. Voor de carpenter. De carpenter die heeft een hoop werk straks te doen. Dus het is wel goed als die eventjes hier zo'n rustplekje heeft. En dan laten we de huizen een beetje compact maken. Misschien dat we die hier zo ook nog bij doen. Het stokpijl, daar moeten we een muur omheen maken. We moeten dat een beetje goed gaan verdelen. Dat we een poort erin gaan creëren. En dat de mensen veilig gaan wonen bij ons. Want ja, dat hebben we niet altijd gedaan. Construction ladder. Nou, dat lijkt me niet echt heel goed. Custom, kijk.
Dit is voor mij, ja, dat is niet echt een mooi gebouw. Dat was allemaal een beetje half, want ik bouwde dat door elkaar heen. Dus ik denk dat we in deze aankomende aflevering zelf iets moois moeten gaan maken. En natuurlijk ook een muur. En een muur moeten we gewoon stukje voor stukje gaan maken, zodat we veilig gaan zitten. En als we dan al meteen zeggen dat dit de edge is hier, dan zouden we in principe al kunnen gaan beginnen aan de muur. Want ik denk dat het helemaal niet zo'n slecht idee is. Kijk, bijvoorbeeld hier kan ik zo klikken. Zo, ik wil deze muur hebben. Allee, wacht, hier die. En dan deze kleur. Even kijken hoor, wat doen we nou? Zo. Kun ik deze niet doortrekken? Ik dacht dat vroeger altijd kon, maar... Oh, hij draait ook zo snel dat beeld, jongen. Het gaat helemaal nergens over. Oké, het kan niet. Oh wel, kijk. Ah, kak. Nee, dat vind ik niet mooi. Oh. Dit moet weg. Dit moet weg. Hoe kan ik elke weer removen? Oh ja. Ctrl Z. Nou, werkt goed, jongens. Dit kan ook niet weg. Jongens, kom op nou. Jullie zeiden dat dit makkelijk zou zijn. Kruisje, ik wil niet. Ik doe het helemaal opnieuw. Oké, we hebben dit nog steeds hier staan. Gatsi dari. Oké, dit wil ik gewoon even verwijderen. Oké, dit. Ja, kom op. Dit tot hier. Hier. Hij laat het me gewoon niet verwijderen. Dat vind ik het jammer eraan. De game loopt nog niet echt lekker. Maar misschien doe ik het ook wel verkeerd hoor. Dat is vaak eigenlijk zo. Maar ja, Ctrl Z deed het ook niet. Terwijl er staat, als je terug wil, dan moet je Ctrl Z drukken. Dan is het heel makkelijk. Maar ja, dan moeten we die muur maar gewoon zo laten. Dan doen we er af en toe een kleurtje tussen. Oké. Maar nu doet het weer niet. Kijk, en daar weer wel. Ze krijgen een beetje een raar muurtje. Nou, dan moeten we maar heel die sfeer er gewoon een beetje inhouden. En zo. Zo. En even kijken. Dan moeten we even iets verder bouwen nog. We willen wel een beetje ruimte hebben. Maar we kunnen elke keer uitbreiden met deurtjes. Dus we kunnen overal muurtjes tussen bouwen. Zo. Ja. Oké, dan laten we gewoon hier zo. Eerst gaan we dit gewoon zo bouwen. Dat wordt een hele flinke muur. Misschien kunnen we... Oh, kijk. We kunnen ook nog wel langere stukken doen. Oké. We worden steeds slimmer, jongens. Oké, we moeten wel even op dezelfde lijn. We moeten wel even op één lijn zitten. Oh ja, nou, dat kan niet langer dan dit. Zo. En dan wil ik eigenlijk nog eventjes daar omheen gaan. Laten we hier zo hierheen gaan. En dan gaan we gewoon door. En dan gaan we nu hier zo'n hoek maken. Zo. Ja, dat stop. Ja, dit ziet er goed uit zo. Doen we gewoon al meteen die muur gewoon plaatsen. Dat we gewoon weten van... Hey, we zitten hier nu veilig, jongens. Oh, yeah. Oké, klein stukje zo. Ja, oké. Heel simpel werkt het eigenlijk ook nog wel achteraf. Nee, ik dacht echt van, hoe werkt het, joh? Oké, dit moeten we eerst gaan weghakken. Small balder, dat moeten we even gaan verwijderen. Want daar hebben we dus gewoon heel veel last van, blijkt. Nee, Ctrl Z. Nee. Remove! Ik wil dit juist weg hebben. Harvest. Harvest dit. Ja, oké, nice. Kijk. Dit ligt allemaal een klein beetje in de weg, dus dat moeten we even harvesten. We hadden nog meer van die rare blokjes hier liggen. Die moeten we even allemaal weghakken, jongens. Want die liggen een klein beetje in de weg. Ja, oké, die is weg. En dan doen we die nog weghalen. We hebben een beetje een vlakke ruimte die we hier creëren. Oké, dan gaan wij nog even verder met onze building. Laten we gewoon zeggen dat die nu gebouwd moet worden. Laten we dit gewoon bouwen. Dat is goed. Oké, dit is wat we wilden. Dit is top. Dan gaan we hier zo nog eventjes één keer verder zo met dit. Zo. Ja, finish editing. Build. Yes, start building. Oké, dus nu proberen we dit allemaal te gaan bouwen. Even kijken, we hebben geen food genoeg. En we hebben wel dat genoeg en geld. We hebben niet genoeg waarde. Dus we hebben nu niet een mannetje erbij. Maar ja, dat komt omdat we natuurlijk onze tuin nog aan het opbouwen zijn. Het is ook wel vrij logisch dat we dan niet... Ja, niet echt ons werk kunnen gaan doen zoals we het horen te doen. Ze zijn nog allemaal hard aan het bouwen. Wat we wel kunnen doen is bij meneer de crafter even kijken wat hij nog kan doen. Crafterman, de Mr. Craftman. Laten we nog een farmer erbij gaan maken, zodat we iets meer eten kunnen maken. Dat kan helemaal geen kwaad. Dan hoop ik dat we zo snel mogelijk meer soldaten kunnen maken. Oké, opa, kom op. Waar blijf je? Aha, opa is hout aan het halen. Nou, dan komt opa aangerend hoor. Hey opa! Hey, gaan we eens even lekker even zagen, jongen. Zo, daar gaat opa hoor. Die heeft de vaart erin. Oké, dan moeten we even kijken of er een zo'n dametje nog hier bijvoorbeeld. Die heeft al wel een baantje.
Ik denk dat jij nog geen baantje hebt. Dus dan gaan wij jou zo meteen een nieuwe baan geven. Als opa eventjes doorgaat. Opa. Opa. Opa, je zou gaan bouwen. Opa, je zou gaan timmeren. Opa, die heeft even geen zin om. Die moest even helpen met timmeren. Nou, opa, kom op. Die moest natuurlijk even vertellen hoe het weer moest. Die jongens wisten weer niet hoe het moest natuurlijk. Wat gaat hij nou doen? Oh, hij gaat hier alvast de muurpalen bouwen. Ah, oké, nice. Nou, dat kan geen kwaad. Dan hebben we dit poppetje. Heb jij al een baantje? Laten we nog één farmer erbij maken. Zo, nice. Zo. De rest die gaat dan even rustig met de muur bouwen. Dan hebben we die muur gewoon een beetje af. En die gaan daarna weer hout hakken. En dan hebben we nu gewoon twee mensen die in de tuin werken. Want we hebben natuurlijk wel voldoende eten nodig voor de mensen die hier al zitten. Kijk, want ze hebben trek. En dan moeten we wel genoeg eten in de tuin stampen. Zodat de mensen gewoon lekker kunnen leven. Oké, dit ziet er goed uit. Het huisje die is ook aardig ver aan het gaan al. Dan moet ik eventjes kijken wat we nog niet voldoende hebben in het huisje. Ik dacht als ik hierop klikte dat ik wel kon zien wat ik nodig zou hebben. Maar dat is dus niet het geval. Dat is jammer. Als ik hier weer op klik, hier weer op klik, dan kan ik het wel zien. Die hadden we gemaakt. We hoeven er maar één van te hebben, dus dat is goed. Die lantaarn, daar moeten we er nog één van maken, zo te zien. Maar het zou kunnen dat die daar ligt. Ja, die ligt daar nog zat. Oh nee, er liggen er drie. Oké, dan moet de carpenter nog even één lantaarntje erbij maken. Staat het nog bij jou in de lijst? Nee, nou, gaan we nog even één lantaarntje erbij maken. Ik hoop dat dat de goede zijn en dat het niet die lantaarn nodig heeft. Maar ja, dat gaan we meemaken. Wat is dit? Market shawl. Aha, maar dan hebben we weer wol nodig en klot. En ik zat te kijken, hoe konden we dat ook alweer doen? Want we hadden ook nog weer een jager die we konden aanstellen. Maar, even kijken. Dan moesten wij dit gaan doen. En met dit hadden we weer nodig Trapper's Knife. En dat moet crafted by the mason. En een mason is die. Een shizzle. Dus dan moeten we een shizzle gaan maken. Dat gaan we doen. Vette shizzle, ouwe. Vette shizzle. Dat is de crook, de bow, de staff, de hoe. Hey, maar waar is de shizzle? Ik moet een shizzle hebben, ouwe. Hey, what up? Ah, kom wel vanzelf dan. Moeten we niet te moeilijk over doen nog. Zolang ze de muur maar netjes hier zo af gaan maken en zo, dan worden wij wel tevreden. We creëren gewoon zeg maar een lekkere leefruimte voor mijn mensen. Dat is het belangrijkste. Op het duur moeten we ook weer bomen kunnen gaan planten, want dat zou wel beter zijn. Ik denk ook als we level up gaan dat het allemaal weer hoger gaat. Even kijken, want we konden ook nog gewoon een pad aanleggen en zo, dacht ik. Dit is goed. Dit is mind, body, spirit. Woe, they're feeling great again. Oké, het is nacht. We hebben nog geen last van aanvallen, zo te zien. Dus dat is een goede zaak. Ik dacht als we dit soort plantjes en zo zouden verzamelen, dat we dan op den duur wel dingen kregen ervan. Dus laten we wel af en toe gewoon wat plantjes verzamelen. Zo. Oké, dan verzamelen we die plantjes even een klein beetje. We hebben gewoon een paar mensen die eventjes die plantjes allemaal gaan verzamelen. Zo, kijk eens even aan. Dat verzamelen we keihard. Oh, zo. Nice. Ga jij maar eens even plantjes verzamelen zo. Ja, eerst gaan ze die muurmannenmacht natuurlijk afbouwen. En dat is op zich ook wel goed iets hoor, dat we even die muur maken. Want dan voel ik me toch een stukje veiliger al. Eigenlijk zou je gewoon binnen de muren alles moeten doen. Minen. En dan een poortje omhoog of zo. Daar weer een torentje maken. Het zou in principe kunnen, hè. Als we gewoon onder de grond doorgaan zo. Kunnen we helemaal onder de grond hierheen minen. En daar naar beneden. Kunnen we dit gebied afzetten. En dan kunnen we hier ook veilig minen. Maar ik ben bang dat dus die monsters overal kunnen spawnen. Denk ik. Een gaapje. Sorry jongens, een gaapje. Ah. Oké, nice. Dat gaat lekker. Level up. Die gaat wat sneller lopen. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Dat vinden we hartstikke leuk. Is die ene vrouw nou al wel gaan helpen in de tuin? Want we hadden een tweede tuinvrouw of man aangevraagd. Maar die maakt volgens mij eerst die job of zo af. Nou, anders maken we wel een grotere tuin. We hadden ook een tuin konden we maken, zag ik. Die kunnen we hier wel plaatsen. Daar konden we dit op doen. Ja, oké. En we hebben nog een tuin hier zo. En daar kunnen we silkweed op gaan doen en zo. En corn kunnen we bij level 2.
En dit is op zich wel handig om silkweer te doen, want wat we nu aan het plukken zijn, dat kunnen we dan maken. Dan kunnen we kleren en zo maken. Maar ik wil even een pompoen ook nog creëren. Dus gewoon net even een iets grotere tuin maken. Ach, het is weer dag. Heerlijk, we kunnen weer lekker wakker worden allemaal. Dat voelt weer goed. Nou, ze hebben nog heel wat te doen. Het huis is wel bijna af, dus dat is nice. Hij breekt dit af. Hij breekt de steiger af. Oké, kunnen we al dat ene ding maken? Jazeker. Ik had er volgens mij één nodig. Weet ik dus niet zeker. Gaan we even snel checky doen. Mansion bed, dat is goed. Die eentje van een carpenter sign moeten we nog even maken natuurlijk. Een carpenter sign hebben we nog niet gemaakt. Dus die gaan we ook nog even maken. Carpenter sign, dat is deze carpenter wall sign. Ja, oké. Die gaan we sowieso craften. Heel goed. Nou was ik bang dat ik even iets gecanceld had, maar ik weet het niet zeker. Misschien heeft hij het daar al neergezet. Anders gaan we het zo wel meemaken. Het lijkt erop dat iemand gecanceld. Oh nee, hij staat hier. Nou, ik hoop dat ze die automatisch in het huis zetten, want die horen natuurlijk in het huis. Dus, hallo jongens, gaat een beetje goed hier binnen? Die slaapt gewoon al in een huis waar ze aan het verbouwen zijn. Het wordt steeds gekker met de mensen hier, maar het is wel leuk. Dat lampje hangt daar leuk in. En de steiger wordt mooi afgebroken. Krijgen we ook weer hout voor terug, dat is leuk. Joppa, je loopt gewoon dwars door het dak heen. Nou, dat is goed, hè? Want ons eerste huisje in ieder geval af, dat is wel leuk. De daily update. Ja, ja, yes, oké. Accept maar, nieuwe settler als John Barneveld. Heel goed, kijk. Kijk, dat is top, hè? Die kan dan meteen aan het werk gaan. Laten we ook meteen gewoon gaan verdelen wat deze doet. Hoe heet zij ook alweer? Senbaup. Senbaup. Even kijken. Waar hebben we Senbaup? Senbaup. Onze mannetjes. Die moeten we even aanklikken. Waar is de lijst met onze map? Senbaup. Senbaup. Aha, daar is ze. Hal Mine. Build. Dus hoeft niet te builden. Dus hoeft niet de job te doen. Ja, zij doet alleen maar harvesten en houlen. Ik weet niet wat houl precies betekent nog, maar kom maar goed. Zo te zien is dit een beetje mine ook. Kijk, dat is top. Zij gaat gewoon lekker al die plantjes zo plukken. En dan hebben we ook gewoon één poppetje die dat heet het voor ons doet. En ook een beetje gewoon door gaat hakken, want dat is belangrijk. Aha, nice. En dan staat die straks daarin. En dan moet de deur er nog even ingegooid worden. Staat de deur hier? Ik weet niet. Ze pakken nu de lantaarn op. De deur staat daar ook. Ik denk dat ze alles automatisch pakken. Dan hebben we dat helemaal dik voor elkaar daar. En hier zijn ze lekker aan het pauze houden. Bij mij, tieren, op. Hup, alles naar binnen gooien, alle wortels weer op. Hé, onbegrijpelijk, doen je het er niet. Ach, kijk. Wij hebben 0 gold, dus... Nee, we gaan niks doen. We gaan helemaal niks doen. Sorry, Merchant, we hebben niks aan je. Je mag weer gaan. We moeten wel zo snel mogelijk een jager zien te maken, zodat we dit schattige beestje daar zo even lekker kapot kunnen maken. Nou jongens, kom op, schiet even een beetje op. Kijk. Hier zie je de tafel die ze neer hebben gezet. Dat ziet er erg leuk uit. En nou komt deze hier. Aha, nice. En nou is het huis echt bijna af. Die wil ik sowieso deze aflevering even met jullie afmaken. Gewoon om te kijken van, hey, dit ziet er dus zo uit. En dan hebben we dus de carpenter die hier dus gewoon aan het werk is. En zoals je ziet kun je hier dus alles maken. En kunnen we deze verkopen. Zo, die gaan we gewoon terugzetten. En zodra er een trader komt kunnen we die verkopen. En is dat het makkelijk gewoon. Dan hebben we hier gewoon altijd de carpenter. Weet je, dan is het gewoon van, ah, hier het carpenterhuis. Daar kunnen we alle dat soort dingen maken. En bij elk huis krijgt zijn eigen doel. Super cool. Oh, invader approaching. Oké, wacht even. Swordman, Mr. Swordman, waar ben je? Oh! Oh shit, kom op. Wegwezen dan. Nee, wegwezen. Ja, oké, kom op. Jongens, dit gaat al meteen fout. We worden aangevallen. Attack move. Oké, kom op. Oké, ik hoop dat wel mijn mensen allemaal gaan vluchten. Oh man. Shit, jongens, kom op. Snel, sla neer. Ja, oké, ze gaan in de aanval. Ja, oké, dit gaat goed. Oké, hij gaat hard in de aanval. Oeh. Oké, hij is nog aardig sterk. Hij wint dit wel. Oh, zit nog iemand hier? Kom op, val hem aan. Oeh, oké, dat werkt dus zo.
Event location. Laten we gewoon zeggen dat hij... Laten we zeggen dat hij deze hoek defendt. Dan moeten we eigenlijk nog een poppetje hebben. En die wordt ook soldaat. En die doen we dan die. En dan kunnen we alles zo verdelen in ons hokje. Zodat we altijd de soldaten hier al hebben lopen. Maar wacht, nee. Ik moet hem juist dit... Hij moet dit gaan defenden. Hier komt zo meteen de muur. Dus we kunnen hem beter hier neerzetten. Want als hij straks hier al bezig is en de muur zit dicht... Dan hoeven we daar geen zorgen om te maken. Dan gaan de mannetjes omlopen en die komen dan daar bij ons binnenvallen. Als we daar onze soldaten opstellen, kunnen we altijd in aanval gaan. Dus dat is wel een goede zaak. Oké, we moeten nu wel een medicijnman gaan maken. Want zoals je ziet, er zijn mensen gewond geraakt en dat is niet zo leuk. Ik ben verdrietig, jongens. Onze man is gewond. We gaan even kijken hoeveel dat gaat kosten. Nee, oké. Wat gaat dit kosten? De medicijnman, de potcrafter, de cooker, de herbalist. Dat is volgens mij een herbalist. Even kijken, dan gaan we kijken. Dan klik ik gewoon even op een poppetje zo. En dan doen we die. En dan zeggen we herbalist. Ik denk dat de carpenter die gewoon kan maken. Carpenter, aan het werk, aan het werk. We gaan herbalist maken. Jappatee, en wel right now. En daarvoor hebben we al die plantjes weer nodig. Dus die moeten we er zeker bij gaan maken ook. Dus de tuin moet verlengd gaan worden. Eens even kijken, dat kunnen we natuurlijk gewoon doen door dit te gaan doen. Dan doen we dit ook gewoon wel met de opening. Dan weten we gewoon van, dit wordt silkweed. En dit wordt bright flower, bell flower ding. Hier ook gaan we een tuintje maken en dan komt de frost snap. En dan weet ik niet of we nog meer kunnen maken. Nee, nog niet. Dus daar doen we even nog niks. Remove. Oké, dus dan hebben we even een extra tuin hier zo. En dan kunnen we binnenkort een dokter gaan maken, wat wel belangrijk is natuurlijk. En die muur hier moeten we even afmaken. Dit moeten we harvesten. Of nee, die komt er net langs op, denk ik. Dus de muur moeten we binnenkort snel gaan afmaken. Dat is belangrijk nu. En ze moeten dit dicht gaan maken. Waarom staat dit nog open, jongens? Waarom staat dit nog open? Eens even kijken. Ja, dat hoort dicht te gaan. Dit wordt helemaal de muur. Dit is wat het is. Oké, nou ja, dat is goed. Als ze maar lekker door gaan bouwen nu, het huis is af. Dat is een goede zaak. We hebben in ieder geval één huisje al. De daily update. Yes. Yes. Kak! Ook echt net te kort, hè? Zo jammer is dat. Zo jammer is dat. Laten we dan de carpenter gewoon maar domme dingen gaan craften. Terwijl ja, of hij moet bouwen. Dat is net een beetje wat we willen. Het is misschien wel handig om gewoon juist heel veel dingen te gaan craften. Die kunnen we weer verkopen. Ja, ja. Ik zit nu een beetje in een dilemma, jongens. Wat gaan wij doen? Het kost 1 hout, het kost dat. Hekje is ook wel leuk, maar dat hebben we ook niet zoveel aan. Bankje hebben we niet zoveel aan. Stoeltje hebben we weer niet zo heel veel aan. Dit is lastig. Laten we maar gewoon alleen maar stoelen gaan maken. Gewoon even een heel stel stoelen. Waarom ik dat doe, is dat gewoon die man gaat dan even aan het werk. En dan krijgt we heel veel stoelen. Dan komt straks een merchandiser aan. En dan verkopen we al die stoelen gewoon aan. En dan krijgen we gold. En van dat gold kunnen we dingen terugkopen. Dus als we de hele tijd dat mannetje gewoon aan het werk zetten, kan hij de hele tijd stoelen gaan maken. En dan kunnen wij gewoon zeggen van, hey, dat gaat helemaal goed komen. Vrek de koekit. Dus ja, dat wordt wel leuk. Oké, nice. De muur zijn ze iets dicht aan het maken. Dat is belangrijk. Zodra er straks dan weer monsters komen, hebben we in ieder geval die hoek dicht. Maar ja, de volgende keer zullen ze wel weer ergens van anders vandaan komen, hoor. Dus we moeten even gaan kijken hoe dat gaat. Maar het eten wordt in ieder geval langzaam beter. En dan hoop ik echt dat we de volgende keer meer waarde hebben. Ja, dan moeten we eigenlijk gewoon meer gaan bouwen. Laten we gewoon zeggen dat we alvast de muur nog verder gaan maken. Zo. Ja, dat hadden we daar. Oké, die doen we hier. Naar hier. En hier. Naar... Oh, wacht. Ja, nee, kom op. Zo. Oké, nice. Dit gaat goed. En dan moeten we even kijken tot hoe ver we die muur gaan maken. Zo. En dan gaan we denk ik gewoon die kant op. Zo. Zo. En dit gaan we daar open laten. Laten daar een opening. En daar zetten we onze soldaat neer. Oh, wacht even. Zo. Oeh, dit is wel heel lastig. Dit is deze lijn als het goed is. Oh, kijk. Nou, er komt er alweer een aan. Shit, er komt een soldaat aan. Er komt een mannetje aan. Oké, waar zit hij? Waar? Waar?
Kom op, waar is mijn soldaat dan? Die had ik hier. Soldaat! Ten aanval! Kak! Onze mannetjes gaan dood. Ren weg, please. Oké, nice. Onze soldaat gaat ten aanval. We hebben echt nog een soldaat nodig, jongens. Oi, oi, oi. Oké, Kreftman. De Kreftman. Jij gaat een nieuwe soldaat aanmaken, hero. Die gaan we verwijderen. Ja, kom op. Verwijderen. Alle Q's. Nou ja, maakt het niet uit. Dus zometeen komt hij wel. Kom maar goed. Oké, we hebben die gast gekild. Dat is goed. Dus die komen weer van deze kant af, die soldaatjes. Gevaarlijk hoekje daar op een of andere manier. En onze mannetjes raken langzaam gewond. Dus dat is geen pretje. Oké, wij waren nog aan het bouwen met onze muur. Laten we daar even mee verder gaan nog. Even kijken. Ja, deze gaan we dan zo... Zo. Ja, beeld. Yes. Oké, dan hebben we alles eigenlijk af wat we af willen hebben. En dan hebben we hier die opening waar we onze soldaat dan in de toekomst voor moeten gaan zetten. En ik hoop dat ze die muur even snel daar doorbouwen. Dan kunnen we daar in ieder geval gewoon genoeg hoogte in creëren dat dat helemaal goed gaat. Nou, tuinman erop opzetten. En dan heb ik het gevoel dat alles wel goed gaat komen de volgende aflevering. Als jullie natuurlijk nog tips hebben, laat het even weten. Dit was het weer voor vandaag. Doe het duimpje omhoog natuurlijk als je het leuk vond. Dan zie ik je dan weer bij de volgende aflevering. Die komt ergens volgende week. Gaat hartstikke goed komen. Dus ik zie jullie dan. Een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Yo.